Ja, Sander, allereerst gefeliciteerd. Was het een moeizame zege? Ja, enerzijds wel. Als je scoreverloop kijkt, op het einde natuurlijk even tegenhouden. Maar ik denk over de hele wedstrijd gezien dat we best een prima pot hebben gespeeld. Het gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus we focussen ons op kleine dingen waar we ons vast aan kunnen houden. En op die manier iedere wedstrijd beter kunnen worden. En er zat vandaag zeker stijgende lijnen en progressie. En ja, je wint hier toch uiteindelijk 4-3. Jij maakt je rentree vandaag na 6 maanden in Oranje. Hoe is dat voor jou gegaan vandaag? Het was gewoon weer leuk inderdaad met die jongens op het veld te staan. 4 maanden geen wedstrijd gespeeld. 6 maanden, de laatste wedstrijd was met de EK. Het is altijd weer lekkerder om hockeyer te zijn dan patiënt. Dat heb ik helaas de afgelopen jaren te vaak meegemaakt. Maar in die zin voelt het gewoon heel vertrouwd. Dezelfde jongens veelal. Gewoon mooi om hier weer te staan. Je hebt je aan je woord gehouden, geen strafcorner uitgelopen. We dachten nog even, misschien gaat hij het toch doen. Ga je dat helemaal niet meer doen? Nee, in principe niet. We zijn er veel mee bezig met de jongens om het te verbeteren qua looplijnen. Dus daar zit veel groei in en heel veel jongens doen het ook nu fantastisch. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en altijd op die manier ook opgeofferd voor het team. Maar ik ben ook een jaartje ouder aan het worden en veel blessureleed gehad. En het is niet dat ik minder voor het team wil geven, maar op die manier dus op een andere manier. Hoe kijk je dan tegen de verdedigende strafcorner aan als vandaag? Hè? De eerste 2 vliegen erin. De volgende beurt van Spanje krijgt ze er 3 op een rij. Uiteindelijk vliegt hij er ook in. Hoe kijk jij daar tegenaan als voorheen eerste uitloper? Ja, goed. Het blijft gewoon een moeilijk bespeelbaar spel. Het is zeker trainbaar. We maken er, wat ik zeg, veel uren nu op met z'n allen. Op allerlei manieren. En dat gaat met ups en downs. Vandaag inderdaad is het rendement van Spanje daarin goed. Anderzijds, wij scoren aan de andere kant ook aan de lopende band. Het is gewoon niet zo makkelijk altijd als het lijkt. De eerste 2 wedstrijden van het jaar min of meer verloren, hè, met shootouts tegen India. Vandaag eindelijk die eerste zege. Heeft dat geknaagd aan de ploeg? Ik denk dat het wel meevalt. Kijk, India is gewoon echt een goede ploeg in wording. Waren langer bij elkaar, we hadden een zware trainingsweek gehad. Het zijn geen excuses, het zijn gewoon de feiten hoe ze zijn. Die waren goed voorbereid en zijn absoluut ook een medaillekandidaat in Tokio dadelijk. Nu in Spanje, wij zijn weer een weekje verder. Spanje is geloof ik gisteren bij elkaar gekomen. Die hebben vorige week potjes gespeeld. Dus het is af en toe een beetje schipperen in de periodisering van alle landen. Omdat de Pro League komt er gewoon tussendoor in dit Olympische jaar. Wat vind je daarvan, dat de Pro League er tussendoor komt, net voor de Spelen? Ja, het is in die zin een toernooi aan zich, maar het staat wel duidelijk in het teken van wij ook. Wij zijn groeiende, spelen nu 2 potten, dan volgende week weer naar Argentinië. Straks zelfs een keer tijdens de competitie nog. Het zijn wel mooie meetmomenten om vaker bij elkaar te zijn in het Olympisch traject. Dus dat is het voordeel ervan. Of het echt een prestigieus toernooi is op die manier, daar valt te bezien. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat winst niet voorop staat op dit moment. Het proces, daar gaat het natuurlijk om. Jij zegt je ziet een stijgende lijn. Waar zie je die dan vooral aan? Ja, we zijn afgelopen week weer met een paar thema's bezig. Volgens mij, als je de wedstrijd vandaag gezien hebt, lag er ontzettend veel energie op het veld. Ging niet allemaal goed, maar dat was alweer een stap vele malen beter dan vorige week. Dat geeft weer wat houvast. Vandaag was en winnen en hier en daar echt wel goed spel. Dat geeft veel vertrouwen voor morgen.